overkomt u dat? Het is geweldig om een kampioen te worden en 60 jaar bestaan. Dat is wel apart, hè? Ja, dat is heel apart. Ook een apart gevoel. Als u me dat had gezegd voor deze competitie, had ik u voor gek verklaard. Dat heeft u net ook gehoord. Van de trainer. Ja, we hadden daar helemaal geen fiducie in. 9 nieuwe spelers in gepast. En gaandeweg het seizoen is dat allemaal beter gegaan. Het is in elkaar gevallen. En tijdens ons 60 jaar bestaan kampioen. Het is niet mooier. En op nog precies de dag dat 45 jaar geleden was dat we voor het laatste kampioen werden. Toeval bestaat niet, zeggen ze dan. Hè? Hoe ziet u de toekomst van ASV? Heel florissant. Echt, we groeien nog steeds. Vooral bij de jeugd groeien we en dat is een positief gegeven. Heel veel mensen uit Almelo brengen eigenlijk hun kinderen hierheen omdat het nog kleinschalig is, vertrouwd. En wij vangen de jeugd echt goed op en dat spreekt zich rond in Almelo. Dus kinderen komen hier graag, ouders komen hier graag. Je ziet ook, we hebben 6 senioren elftallen. Grotere verenigingen in Almelo hebben soms nog zelfs mindere senioren elftallen. Nee, ASV is hot. Ja, dat kan ik niet anders zeggen. Verschillende meisjesteams, ook bij de jeugd. Maar dat groeit dus nu door. En dan hebben we echt een damesurfentaal, senioren. Ja, dat is eigenlijk wel uniek. Ja, dat is ook leuk om te zien. Ze zijn ook fanatiek. Ze trainen 2 keer per week. Hebben ook 2 trainers erop staan. Dus ze willen dit jaar kampioen worden. Hoe ziet u de sportieve toekomst van ASV? Ik denk komend seizoen, dat werd net ook al een beetje gememoreerd, dat we wel een goede toekomst hebben, ook in de 3e klas wel. Er zijn wat jongens bijgekomen, bijna weggegaan. Onze selectie is dus breder geworden, nog sterker vind ik zelf. Dus we hebben een goede toekomst, denk ik wel, ja. Ik hoorde van de meneer van de KNVB dat er nog heel wat moet gebeuren bij jullie. Wat moet er gebeuren volgens hem? Een beetje fanatieker en een beetje sneller allemaal. Ja, dat zei hij, maar toen wist hij niet wat wij voor mensen er binnen hebben gekregen. Nee, het gaat allemaal wel sneller en het gaat ook allemaal wel beter. Ja, echt waar. Nee, ik heb er echt vertrouwen in volgend seizoen. Hebben jullie al een nieuwe trainer? Ja, René de Visser. Die komt van TVC. Vroeger profvoetballer bij Heracles geweest. Daarna geblesseerd geraakt. Daarom is zijn profcarrière afgebroken. Is naar HAC gegaan, altijd daar gevoetbald, later ook getraind. En toen is hij volgens mij naar TVC gegaan en nu hier. Nee, maar u kent een beetje zijn resultaten, zijn manier van trainen? Ja, zijn manier van trainen. We hebben hem ook een beetje in de gaten gehouden. We hadden ook wel een voorkeur voor hem. En we hebben alle vertrouwen in hem. Anders hadden we hem echt niet aangenomen, nee. Nee, want jullie zijn een beetje een familiebedrijf, Epps en Zoetjes dan, hè? Ja, een familiebedrijf. Wie hier komt, blijft hangen, ja. Ja, dat kan ik van mezelf vertellen ook. Ik kom uit Almelo, ik woon nu in Ador, maar ik ben ook blijven hangen, ja. Ja. En dan heb ik nog één laatste vraag. Wij gaan een groot theaterspectakel maken, hè, straks. En het wordt echt groot, want we beginnen bij de NS, bij het spoor. De regering heeft bedacht alle treinen stilleggen. Geen enkele trein moet meer rijden. Want dan kunnen de Duitsers niet met hun legers vervoeren, ze kunnen geen materiaal vervoeren, dus dan leggen we mooie Duitse leger plat. Omdat dat toch wel heel erg is dat het is gezien. Sinds je geboorte, dan moet je al heel snel onderduiken. Zo zie je dat jullie allemaal in de familie mensen hebben die deze oorlog hebben meegemaakt. Na deze oorlog is er in Nederland gelukkig geen oorlog meer geweest. Helaas, overal om ons heen in de wereld wel. We hebben eigenlijk via een collega van ons hebben wij informatie gekregen over de voorstelling. En aan de hand van een lesbrief hebben we eigenlijk in de klas besproken en gelezen eigenlijk waar het verhaal over gaat. En zo heeft de klas zich al aangepakt. En nu hebben ze vandaag een voorstelling eigenlijk. Hoe cool om te zien hoe iemand het heeft meegemaakt. En dat dan durft om op het papier te zetten. En ja, ik vind geschiedenis sowieso wel leuk. Dus. Maar dit is wel echt een toppunt voor mij. Nee, ik had het niet verwacht dat het de grootste
overval ook zo zijn, met zoveel geld ook dat er gestolen is. Maar ik vond het wel heel interessant. Voor de eenzaamheid. Voor de eenzaamheid. Hij is de held voor mij. Hij zit me in het bloed. Niemand zo sterk als hij. Niemand zo goed. Hij is de held voor mij. Ik zei net van, ik geef het dit geld met heel veel plezier aan jullie. En om je te laten zien. Als je heel veel oefent, hoe goed je dan kunt worden, hebben we vanmiddag ook nog Rodi. En die gaat een demonstratie geven. Nou, ik denk dat... daar staat hij. Geef een applaus. Mevrouw van Wijk, wat vindt u van dit initiatief? Ja, geweldig. Wij zijn in de gemeente natuurlijk helemaal van het spelen. Dus als we kunnen helpen, als we wij kunnen helpen om kinderen uit te nodigen om te spelen, dat is precies wat we willen. Komen er nog meer van deze speeltuintjes? Voorlopig is dit de laatste, want we hebben nu in elk stadsdeel hebben we een voorziening. Er zijn er nog wel een paar waar we nog wat aan op kunnen knappen. Die hebben bijvoorbeeld nog niet van die mooie kleurtjes, daar kunnen we nog wel wat mee. Maar elk stadsdeel heeft er nog nu eentje op het moment. Dus dit is de laatste? Voorlopig is dit de laatste, nieuwe, ja. Wat gaat u nog verder openen in Almelo? Nou, dat weet ik niet. We zijn hartstikke actief op dit moment, dus er komt vast wel weer wat. En zeker als het te maken heeft met kinderen en spelen, dan komt u mij vast weer tegen. Okay. U gaat niet fietspaden openen? Ik ga niet fietspaden openen. Nee, fietspaden zijn ook de portefeuille van mijn collega, dus dat is niet aan mij. Verder is sport ook wel een beetje uw portefeuille dan, of is het alleen voor spelen? Nou, ik kom uit de kinderopvang, dat weet u misschien. Dus toen ik wethouder werd, was ik daarvoor directeur in de kinderopvang. En wat ik daar geleerd heb, is dat het ontzettend belangrijk is dat kinderen hun energie kwijt kunnen en hun fantasie kwijt kunnen in het spel. Dus dat is niet bijvoorbeeld voor een computerspelletje, want dan wordt dat kant-en-klaar aangeboden. En wat we juist heel belangrijk vinden, is dat kinderen echt hun energie en fantasie ook kwijt kunnen. En je ziet dat dit soort koortjes, kijk maar achter je, wat hier rondloopt, dit soort koortjes daar enorm toe uitnodigen. Eigenlijk ligt hier gewoon een plaatje asfalt met een aantal mooie kleurtjes. En dat is al uitnodiging genoeg voor kinderen om daar naartoe te gaan en elkaar op te zoeken. Dus het bewegen, het spelen, maar ook het samenspelen, dat zijn wel dingen waar wij ook als gemeente heel erg blij van worden. Omdat we toch heel graag willen dat kinderen dat soort vaardigheden ook goed onder de knie krijgen. Vannacht om 1 uur is hier ook gevoetbald. En de buren daarachter, die vonden dat minder prettig en die willen graag dat daar controle op is door de politie. Wat vindt u daarvan? Nou, eerst was hier een halfpipe en de buurt heeft samen met de gemeente besloten dat we die konden opruimen. Omdat dat erg veel overlast gaf, ook van oudere jongeren, kinderen die eigenlijk niks te zoeken hebben op een speelplekje. Als dat hier ook aan de orde is, dan moeten we dat even heel goed in de gaten houden. Dus wel controleren door de politie? Nou, laten we eerst maar eens even afwachten hoe het gaat. Hè. We hebben het net geopend. En als blijkt dat hier daadwerkelijk overlast is, dan hoop ik dat de mensen dat ook melden bij ons. En omdat wij in Friesland voeren met larkjes, zagen wij dus die pramen daar allemaal in de wedstrijd. En toen hebben wij elkaar aangekeken en gezegd, waarom kopen we geen praam? Ja, want eigenlijk is het daarbij een stuk goedkoper en het past beter bij Almelo. Ja.
Ja, dat komt eigenlijk door Miel Westerberg. Die had het idee om net als in Enter, Ruizen, Hellendoorn en Gramsbergen een somp te willen voor de stad Almelo. Ja, iedereen heeft een elke stad heeft een schip en Almelo heeft niks. Nee. Dus gaan jullie eens met me mee naar Enter kijken. Terwijl Almelo een historie heeft van scheepvaart. Juist, Almelo had vroeger een mooie havenkom. Met allemaal stalen of ijzeren schepen erin. Al of niet zeilend. En daar werd vracht mee vervoerd. Ja, wat doet de stichting eigenlijk? Stap. De stichting die wil een boot in de vaart brengen. Eigenlijk om een beetje bedrijvigheid in Almelo te geven aan dat nieuw gegraven water. En om een beetje de aandacht te vestigen op de oude bedrijvigheid die er in de stad heerst wat betreft de scheepvaart. Omdat je weet dat, dat Almelo vroeger een hele drukke binnenhaven had. Een hele drukke haven, die was aan de markt. Dat was eigenlijk ideaal, want je had daar de los- en laadwal. Dat was meteen met Marktplein. En van al die prachtige gebouwen en is niets over. De meeste mensen, dat vind ik wel grappig, kunnen zich helemaal niet voorstellen dat daar een haven is geweest. Het enige pand wat nog bestaat en wat nog een beetje aan die tijd doet denken, is het pand van Niels. Hi. Op 24 september, de zondag, is voor de vierde keer de Almelo Allee. Hebt u er al eens van gehoord? Ik heb ervan gehoord. De vorige editie was net voor mijn aantreden in Almelo vorig jaar. En dus ja, ik heb het alleen van horen zeggen dat het een geweldig evenement is. Waarin we Almelo buiten en Almelo binnen, het groen en de bebouwing met elkaar verbinden. En ook nog eens een evenement hebben waar iedereen aan kan deelnemen. Dat klopt. U bent al goed op de hoogte, begrijp ik. Naast het wandelen en het hardlopen en het fietsen is er ook een bedrijvenloop. Is het misschien iets voor de gemeente om daaraan mee te doen? Nou, ik heb begrepen, de gemeente doet zeker mee met een aantal teams aan Almelo Allee. Dat hoort ook, vind ik. Hè. De gemeente laat zich daarmee ook zien dat we betrokkenheid hebben bij datgene wat er gebeurt in de stad. Ja, en het mooie is aan de editie die we dit jaar voor de boeg hebben, dat we de mooiste plekken van de stad kunnen laten zien. Dat we de stad ook voor de Almeloers en mensen van buiten hopelijk ook die meedoen, een hele mooie beleving kunnen bieden. Onze bedrijven kunnen we laten zien, onze natuur kunnen we laten zien, de geweldige mooie binnenstad. Dus ja, het wordt een evenement van je welste. Nou, dat klinkt heel goed. En dit jaar is ook voor het eerst de start vanaf het centrum, vanaf het theaterhotel. Dus de binnenstad wordt nu ook meer getoond. Is het ook nog iets dat u zelf mee gaat doen? Ik weet niet, bent u een hardloper of misschien een fietser of meer wandelen? Nou, ik zou veel meer moeten bewegen dan ik eigenlijk doe. Daarmee heb ik het antwoord eigenlijk al gegeven. Maar ik ben er zeker bij om te kijken hoe het allemaal in zijn werk gaat. Op die 24 september en daar zie ik heel erg naar uit. Nou, dat klinkt al heel fijn. Mag ik u dan vragen, als u dan toch al zegt dat u hier komt, of u ook het startschot wil geven? Ja. Voor de hardlopers is dat. Dat is uiteraard een beetje burgemeesterswerk, hè? Dus dat doe ik heel erg graag. Nou, dan gaan we u in ieder geval 24 september zien. Heb ik nog één vraag voor u. Ik heb een instapkaart voor u. En die mag ik u geven namens de stichting. En hij is niet voor uzelf bedoeld, maar om aan iemand anders te geven. Wie daagt u uit om mee te gaan lopen of te fietsen? Je zou bijna kunnen zeggen, ik heb de 73.000 te weinig. Want ik zou deze kaart aan alle Almelo's willen geven. Iedereen kan meedoen aan Almelo Allee op 24 september. Ik zou zeggen, schrijf je in, doe mee. Goed, die 73.000 vrijkaart gaan we niet geven. Maar iedereen kan natuurlijk gewoon ook zelf meedoen met betalen. Heel hartelijk bedankt en we gaan u zien op 24 september. Dank u wel, graag gedaan. Hoi allemaal!
bijna, jongens. We did it. We zijn Studio 15. De hele transformatie hebben we meegemaakt. En het heeft heel lang geduurd. Maar we hebben het gedaan. En ik ben super trots. Dus alvast even met z'n allen een applaus voor alles wat hier is gebeurd. Ik ben heel erg trots en heel erg blij. We wilden iets creëren voor jongeren, samen met de jongeren. En mijn droom is al uitgekomen dat we zoiets kunnen gaan doen. Dus dat vind ik echt super tof. En jullie zijn hier allemaal bij elkaar gekomen, bij ons gekomen, om deze grand opening mee te maken. En daarvoor hebben we ook een speciaal iemand uitgenodigd. Dus laten we hem ook een warm welkom geven. De burgemeester! Ik sta hier en ik heb er eigenlijk niets aan gedaan ten opzichte van wat al die vrijwilligers, al die jongens en meiden hier de afgelopen maanden voor elkaar hebben gebokst. Maar ik sta hier ongelooflijk trots te wezen als je hier aankomt lopen en hier naar binnen komt. Al die mensen hier ziet en dan hoort wat hier gebeurd is in de afgelopen maanden. En ja, nog meer als je hoort wat hier de komende maanden en hopelijk zelfs jaren gaat gebeuren. Met muziek, met dans, met expressie, met audio, met video, met films maken, met regisseren. We hebben hier een broeinest van talent gecreëerd met elkaar in Almelo. En we zijn er echt uniek in. Er zijn maar weinig plaatsen in Nederland waar zo'n lokaliteit, waar zo'n gebouw, waar zo'n voorziening is. Waar jonge mensen uit de hele stad en zelfs uit de wijde regio terecht kunnen. Om als ze denken dat ze een talent hebben, of als ze echt een talent hebben, hier bij elkaar te komen en dingen met elkaar te doen die, waar ze zelf lol aan beleven. Maar ook die ze aan anderen kunnen laten zien. Aan mensen her en der, oud en jong, uit alle delen van onze samenleving, die hier bij elkaar kunnen komen of kunnen meegenieten van wat hier gemaakt wordt. Dit heet niet voor niks Studio 15 Talent House. Dit is een huis van talent. En ik hoop dat hier de komende jaren ongelooflijk veel talent gaat groeien, bloeien. En door de hele stad gaat en misschien zelfs door de hele wijde regio. Dus nogmaals een daverend applaus voor jullie en jullie collega's. En ja. Iedereen die hier vanavond, maar ook de komende periode die hier naartoe komt, heel erg veel succes met dat talent wat je hebt. Laat het ons zien, laat het aan iedereen zien en maak er gewoon het allerbeste van jezelf en de dingen die je kunt. Laat andere mensen daarvan meegenieten. Hier naast mij staat een heel ingenieus apparaat dat via allerlei ingewikkelde kabels verbonden is. Als ik op die knop, dat is deze, als ik daarop druk, dan is daarmee dit Studio 15 Talent House echt geopend. Dat ga ik dus ook doen, heel hard. En nogmaals, iedereen die hier aan de slag gaat, iedereen die hier gaat komen, maak veel vrienden, benut die vriendschappen en benut jullie talent met elkaar. Heel veel succes in Studio 15 Talent House. Hartelijk welkom bij deze boekpresentatie van mijn nieuwste bundel. Ja, eigenlijk nieuwste. Het is een bundel verzamelgedichten van 50 jaar. En dat boekje dat gaat dus eigenlijk over een hele geschiedenis aan tekstschrijverij en liedjes enzovoorts. Een dorpenhuis aan het kanaal. Een werkplaats en een zagerij. Je ziet het voor je allemaal. Je hoort er de geluiden bij. De grote loods, de geur van hout. Een wonderbaarlijk speelterrein. Daar was je vroeger zo vertrouwd, een voorrecht om daar jong te zijn. MUZIEK
devotie als een kermiscarousel. In elke etalage aangeprezen. Commercie slechts leeft hier gezond en wel. Toch kan zo'n bedevaart zeer heilzaam wezen. Van het geloof in wonderbaar herstel is men in elk geval voorgoed genezen. Ja, maar kort. 50 jaar gedichten. Stopt u daar nou helemaal mee? Nee, natuurlijk. Ga ik wel mee door. Maar ik ben, op een gegeven moment ben je wel op een leeftijd dat je denkt, nou ja, het meeste heb ik al geschreven natuurlijk. Maar ik blijf dat soort dingen wel doen. Zolang ik dat nog kan, is die aandrang er altijd wel. Maar is dat uw hoofdberoep? Nee, ik ben grafisch vormgever. Dat heb ik ook al die jaren freelance gedaan. Ik heb een baan gehad in paardenvermaarden in het onderwijs gehad. In de beeldende vorming. En dit is altijd, bijna altijd een hobby geweest. Dat heb ik al vanaf mijn vroegste jeugd gedaan. En dat is steeds meer uitgebreid geworden. En succes gehad en nog meer. Nou ja, zo volgt het een en ander op. Hè. U komt wel uit een muzikale familie. Ja, dat is bij ons een... wij vinden het zelf heel normaal, maar mensen zeggen dat vaak. Van, jongen, dat je allemaal zo mooi kunt zingen. En, ja, dat zit toevallig in onze familie. Dat hebben wij. En ook de volgende generatie heeft het weer. Daarom vond ik het zo leuk om die bundel aan hun te geven. En dan zeggen, nou, doe er maar wat mee. Dus daar vandaan komen al die liedjes die ze nou gezongen hebben. Dat is ontzettend leuk. Jan Stegeman, eerste oefenwedstrijd met Heracles gespeeld tegen een Almeloze selectie. Inmiddels een soort traditie, 17-1. Wat zegt zo'n wedstrijd? Ja, niet zoveel denk ik. Wel dat we, weet je, dit soort wedstrijden kun je elkaar beter leren kennen in het veld, hoe iemand speelt. Alleen de weerstand was vandaag iets minder hoog dan afgelopen jaren denk ik. Dat wil ik ze niet tekort mee doen, maar ja. Een aantal momenten in de eerste helft dat we gewoon goed doorpakken en dan loopt de score behoorlijk op. Dus dat is mooi. Het is goed voor het vertrouwen. Maar we zijn net begonnen, dus daar kan ik niet zoveel conclusies aan verbinden. Nee, opvallend was misschien de 11-1 ruststand. Maar dat was het ook denk ik wel. Twee penalties die waren gemist door Heracles. Nou ja, dat is wel opvallend ja. Daar zijn we wel goed in hè. Ja, maar volgens mij hebben we nog wel redelijk gescoord vorig jaar penalties. Ja, gewoon allebei niet goed ingeschoten. Gewoon slap. Ja. Er missen nog drie geblesseerden. Hoe is het met hem? We missen er wel meer nog. Brantley en Chris sluiten maandag aan als het goed is. Kuwas en Pettersson? Ja, Kuwas en Pettersson. En Vincent zal gedeeltes van de groepstraining gaan hervatten, stap voor stap. Die is ook nog in Zeist. En daarnaast is het zo dat Jamiro maandag aansluit. Hij heeft iets langer vakantie gehad. En Bram zal maandag ook weer aansluiten. Volgens mij hebben ze dan gehad, hè? Ja. Montero is de nieuwe speler van Cambuur die dus maandag weer komt. En dan komt Armenteros maandag ook weer. Nee, maar Armenteros is er al. Die heeft al 2 dagen mee getraind. Dus okay. Samuel heeft al getraind. Alleen ik vond het nog te vroeg om na 2 trainingen hem uiteindelijk wedstrijd te laten spelen. En we hebben ook nog wat testen gedaan. Dus die heeft vanochtend getraind samen met Jamiro. Dus. Dries Wouters, welkom in Almelo. Je hebt je eerste oefenwedstrijdje gespeeld voor Heracles, je nieuwe club. Hoe vond je het? Ja, over de eerste oefenwedstrijd kan je weinig zeggen. Er was weinig tegenstand, denk ik. 17-1, dus het is wachten op de wedstrijden waar
iets meer spanning in komt, denk ik, om iets te kunnen zeggen van hoe het gaat. De eerste echte wedstrijd is tegen Ajax. Dat is gelijk een leuke wedstrijd natuurlijk. Sta je dan erin, denk je? Dat weet ik niet. Dat zal een beetje van mij afhangen van de trainer. Hoe goed ik mijn best doe en wat de trainer van mij wil en van mij verwacht en hoe die mij ziet. Hebben jullie het daar al over gehad? Ja, toen ik naar hier kwam heb ik al een gesprek met de trainer gehad. Wat hij verwacht van de centrale verdediger en hoe die traint en zo. Dus ja, dat moet ik zo goed mogelijk invullen. Venetië is inderdaad een hele bijzondere tentoonstelling. Hij is al 104 jaar wordt het gedaan. 57ste aflevering. En ja, de vraag was wel heel simpel, maar tegelijkertijd dacht ik van, hoe komt het nou? Hoe komt het nou dat ik al die projecten zomaar kan doen? Dus ik heb er eens even over, ik heb even snel een lijstje gemaakt. Is het geluk? Is het talent? Is het hard werken? Doorzetten? Is het de ondersteuning die ik van alle kanten heel vaak krijg? Is het mijn eigenheid, mijn authenticiteit? Is het geloof in het werk door andere mensen? Geloof in je werk van jezelf? Of is het misschien wel toeval? Nou, ik denk, zelfs als het toeval is, dat, en dat al die andere dingen misschien niet gelden, dat na toeval toch een echte actie komt. In het atelier. En een beetje dat hele snelle denkproces wat ik moest doormaken van november tot mei. Want in mei moest het natuurlijk klaar zijn. En eigenlijk nog veel eerder, want er moest alles maar een foto gemaakt. Wat ik zo al kan,
dat ik niet heb dat er één mooi kunstwerk hangt. En dan mensen daar zo zelf voorbij wandelen en denken, ja, wel aardig, volgende. Maar dat ze, zoals ook echt wel gebeurd is, dat ze denken, hé, dat is een beetje anders. Ik heb dus eigenlijk de hele muur als een schilderij opgevat, als een soort heel groot canvas. En dat het een soort driedimensionaal canvas zou worden. Fiore di partigiano, morta per la libertà.